De selectie van Cambuur is alweer op de helft van het verblijf in Portugal. Bij de avondtraining van gisteren werd gebruik gemaakt van een GoPro-camera. Deze camera maakte het mogelijk om de training eens vanuit het standpunt van onze assistent-trainer Henk de Jong te bekijken. Het leverde de volgende unieke beelden op. Vanochtend was er opnieuw een training in Gia. Kort voor de training werd het veld geprepareerd, waarna de jongens weer flink aan de bak moesten. Algemeen directeur Gerald van der Belt, commercieel directeur Arte Graaf en voorzitter Ipe Smit vlogen vanochtend naar Portugal en kwamen gelijk een kijkje nemen bij de selectie. Ze kwamen niet alleen, maar in het gezelschap van Paul Mulders. Hij zal de komende dagen stage lopen bij SC Cambuur. In het partijspel was in het begin een hoofdrol weggelegd voor de drie doelmannen Tim Koremans, Harm Seinstra, met behulp van Bart van Brakel, en Leonard Nienhuis. Maar nadat Alexander Christovao de score opende, vielen er fraaie doelpunten te bewonderen van opnieuw Christovao, Mohamed El Makrini en Bart van Brakel. Christovao dacht met dit wippertje de mooiste treffer van deze ochtend te maken, maar die eer ging naar deze treffer van Jeremy de Graaf. Na de pittige ochtendtraining was het vanmiddag tijd voor ontspanning. De selectie genoot van een tocht op een katamaran langs de Portugese kust, al hield niet iedereen droge kleren over aan deze activiteit. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Met deze katamaran-tocht kwam een einde aan de derde dag van het trainingskamp. Morgen zijn we terug met dag 4 van Cambuur in Portugal.